Jongens, je mag even naar boeten. Doe maar, even naar buiten. Hup, hup. Hup. Nee. Dat wordt nog net. Kom je dan? Ja, 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 ja. Mijn hobby, dat is douwen. Zie je douwen. En dat is al van mijn jonge jaren al. Van u, mag ik zeggen. Want mijn tweelingbroer is eigenlijk douwen. Dat is zo'n 54. Heb ik dit ras dus, Oosterse meeuwen. Meeuwen, net te vergelijken met zeemeeuwen, maar de namen is er wel van oudheid. Omdat het een witte doo is, maar een gekleurd schild. Krijgt ze uit de zeemeeuw. Maar je sparen er al 50 hier mee om dus? Ja, ja, en ik ben er nog net op uit, jongen. Ik heb natuurlijk, ja, wat zeg ik ervan zeggen, je bent er zo getroffen. Op squallen weer een boekje, en daar stien ze in. En dat boekje mocht ik in mijn hoes hebben. En daar had ik een schilderij van maken en dat kwam in de kamer te hangen. En toch tafel in de zomer van 54, met mijn tweelingbroer kwamen we bij de eerste fokker in Friesland. Die waren hier in de Verlengde Schans om wat oors. En daar zie je die volière met hok en volière met Oosterse meeuwen. Nou, dan ben je verlengd. Ja? Ja, ben heel erg verlengd. Die leefde op het eerste gezicht? Ja, leefde op het eerste gezicht. Ze bent maar tam net, ik ken alles mooi gebeuren. Ja, zeker. De baas had zeker alles even in de handen. No? Zo mooi zo. No? Nou, is net een mooi koket gezicht, zo. Ja, en dat maakt het nou dat ik al die jaren... Verliefd op mijn gast. Verliefd op me, ja. Als ik ze in de winter gescheiden ha, dan ben de doffers die zitten hier en de dokers zitten daar. En dan zwark ik ervoor dat die dokers eigenlijk alle jaren een beetje op mij rechten binnen. Want dan ben ik de doffer. Want anders gaan die dokers onder een wacht zitten de andere jaren. En dan haai haai en dat wordt net. Dat is verloren energie van die besten. Ja, ja. En dat slagert vrij goed. Net maar dan show ze je ook een beetje heel op heel als een man. Doffer, ja. En dan maai aan en toe wel eens even koeren. En van een boetenstand erin natuurlijk. Dan denken ze, die vent is ook gek. Maar op de tentoonstellingen komen, dan maak die fokkers maar eens zien wat, hoe die dan door. Die Rob ook als een doffer om. Ja. En dan paraderen ze van je. En de keurmeester kunnen ze beoordelen. Hè? Oh. Ja. Maar kun je ons voor die scoren dan? Ho, 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 ho. Dan kun je het echt zien aan de keel, want dan... Tja. Dan ben ze een paar lustig op het doffer. Maar jou versier hem nou eigenlijk? Maar een beetje. Een beetje. Noem het in de kroeg maar zo makkelijk. Ja.